Gullity alsmaar naar voren komt bij de hoekschoppen van PSV. Korte corner in dit geval, René van der Gijp. En Gullit. Torissen via de koning. De koning die nu zijn verhaal gaat halen bij scheidsrechter Munnik. En u kan met mij constateren of hier sprake is geweest van buitenspel. Van der Gijp. Nou, je zou... Nee, dit is aanvallen van de keeper van Gullit, waar Hans de Koning voor protesteert. Mag ik hem nog eens zien, jongens? De herhaling nog één keer. Gullit, geen buitenspel van der Gijp. Norton. Oh, wat een mooie! Wat een subliem doelpunt! Die gaan we drie keer herhalen. Zoiets hadden wij nou gehoopt in onze afscheidswedstrijd. En het gebeurde ook. René van der Gijp krijgt hem hier voor de voeten en ineens 2-0. Er zijn 37 minuten gespeeld. Hans van Breukelen. En dat mag doorgespeeld worden, want er is geen sprake van buitenspel volgens de grensrechter. Torissen en Lokhoff. En de penalty is daar. Dat wil zeggen, nu het doelpunt. De scheidsrechter liet doorspelen. Frans van Rooij scoort. Maar, in de herhaling kunt u zien. Nee, dat kunt u niet zien. Want er werd al gelopen. Op het moment dat de camera bij de drie voorwaartsen is van PSV. Het schot van Lokhoff. De handsbal van Heus. En het doelpunt van Frans van Rooij. Er zijn 22 oninteressante minuten in de tweede helft verstreken. Nou, misschien dan nummer 4 nu. Want dit soort cadeautjes geeft AZ wel vaker weg. René van der Gijp. 31 minuten gespeeld. Er staat 4-0. Heus in de fout. Torissen onmiddellijk op snelheid. Van der Gijp loopt mee. En krijgt hem op tijd voor de voeten. Het resultaat is duidelijk. AZ staat op een 4-0 achterstand.